Jullie mogen echt gaan tellen hoe vaak ik zeg dat ik een zwarte outfit aan heb. Of... Ik vind het echt een superleuke outfit en kan niet wachten om dit te gaan dragen. Ik durf het gewoon bijna niet meer te zeggen. Want ik denk gewoon dat je het als kledingkast oprecht gewoon verdeeld is in een zwarte kast en een witte kast. Helemaal welkom bij aflevering 3 van de serie Getting Dressed As. En vandaag heb ik weer een superleuke influencer gekozen. En je zal waarschijnlijk op meerdere manieren kennen. Het is ten eerste al een meest geweldige schaatser in Nederland. Vervolgens is het ook nog een keer de vriendin van Jake Paul. En is ze bekend door haar modellenwerk en influencerwerk op de socials. En ja, dat kan niemand minder zijn dan Jutta Leerdam. Mocht je Jutta niet kennen, heb je waarschijnlijk niet naar het nieuws geluisterd of überhaupt niet de socials gevolgd, want ze is nogal in de spotlight de laatste tijd. Allereerst al door haar schaatscarrière, maar ook door haar keuze in haar vriendje. Maar goed, daar gaan we het vandaag om over te hebben. We hebben het vandaag over haar kleding. En nu moet ik zeggen dat Jutta heel veel neutrale kleding draagt en eigenlijk bijna geen kleur. Dus het is ook best moeilijk geweest om leuke dingen uit te kiezen. Jutta draagt net als ik best wel veel gewoon zwart-wit outfits. Of volledig zwart of volledig wit. Dus ja, dat matcht gelukkig wel een beetje met mijn kast. Nu heb ik wel één outfit gekozen waar ze wat kleur in draagt. Maar voor de rest is het dus eigenlijk allemaal of denim of zwart en wit. Ja, op zich ben ik daar wel voor. Alleen wordt het misschien wel een beetje een heel erge zwart-wit video. Dus... I'm sorry if you're not there for this. Ik hou er in ieder geval wel van. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen met het eerste seizoen van de outfit. En dat is de herfst. Zoals ik dus al zei is Jutta echt een topsporter. En natuurlijk konden ze ook geen sportoutfit ontbreken. Dus voor de herfst eerste outfit heb ik dus ook een volledige sportoutfit. Nu heeft Jutta dus een pufferjack aan. Maar die wil ik later in deze video nog gebruiken voor een andere outfit. Dus voor nu heb ik gekozen... voor een oversized cropped trui. Deze is van de Naked. En ik vind deze echt heel erg leuk. En ja, op zich heeft hij ook die oversizedness. Dat hij een beetje kan lijken op zo'n oversized jack. Natuurlijk niet echt, zeg maar. Want het is nog steeds een sweater. Maar het geeft wel die oversized vibe. Daaronder heeft Jutta een sportlegging. En ook ik heb zo'n zwarte sportlegging. Met van die leuke dingen op je billen. Ik hou er echt van. Van zulke leggings. Dan zie je in ieder geval heel je lichaam goed. En ja, ik weet niet. Dat motiveert me altijd gewoon om door te gaan in de gym. Maar deze legging heb ik van de Shein. En het is echt mijn all-time favorite. Ik bestel hem ook gewoon iedere keer opnieuw. Mocht deze wat verslijten, dan heb ik hem weer opnieuw. En Jutta heeft van die oversized hoge witte sokken. En ik vind die echt te cute. Dus heb ik van Temu heb ik ook een paar besteld. Even omdraaien. Kijk, deze. En ik heb hier 5 paar van. En alle 5 hebben ze een ander gezichtje erop staan. Ik vind deze ook echt te cute. Dus die gaan we over de legging heen doen. Om het een beetje helemaal af te maken. Toch iets van, nou ja, niet per se kleur. Want het is nog steeds zwart en wit. Maar... toch in andere kleur toe te voegen dan alleen het hele zwarte plaatje. Ja, deze sporty outfit is of course gewoon alweer goedgekeurd voor mij. Want hier leef ik gewoon in op mijn vrije dagen. Gewoon een lekker baggy trui. Een heerlijke sportlegging. En om eerlijk te zijn, 9 van de 10 keer heb ik inderdaad mijn sokken op deze manier. Oh, kijk. Ik vind het gewoon echt een top outfit. Ik vind het super cute. Zeker als je van die sneakers eronder doet. En je hebt van die gezichtjes erboven komen. Ja, love it gewoon. Dus ja, 100% geslaagd deze outfit voor mij. En ik denk ook niet dat ik deze outfit nog ga uitdoen na het filmen van deze video. Dan opnieuw hebben we een volledig zwarte outfit. Die we beginnen met dit leren jasje van de Zara. En het is een oversized leren jas, maar nog steeds wel wat korter rond de middel. Ik vind deze jas echt helemaal geweldig. In de herfst en ook in de lente is dit echt mijn go-to jas. Ja, helemaal top is deze. Dan zien we dus niet echt wat ze onder dat jasje aan heeft. Dus ik heb een heel leuk topje genomen. Het staat zo extreme op de kraag. Heeft van die, ja, ik noem dat duimgaten. Kijk, deze. En deze is van de Shein. Echt een heel leuk topje. Lekker cropped ook.
En ze heeft een zwarte denim broek aan. Dus die heb ik ook van de Zara. En deze zit echt super chill. En ja, ik weet niet, Zara broeken zijn gewoon goede kwaliteit. En zijn ook helemaal niet zo heel duur. Dus hier ben ik ook weer heel blij mee. En dan hebben we een helemaal zwarte outfit. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit soort outfits ook easy gewoon zou dragen. Zelfs naar school zou ik dit ook gewoon makkelijk kunnen dragen. Als ik een dagje weg ga, wat ga lunchen, I don't care. Ik zou dit gewoon makkelijk kunnen aandoen. Dus ja, deze outfit is 100% geslaagd voor mij. Het is gewoon een hele chille broek, een leuk leren jasje en een schattig topje erop. En oprecht kan je hier nooit mee fout gaan, voor mijn idee. Ik bedoel, je bent nooit overdressed, je bent nooit underdressed. Gewoon prima. De volgende outfit is deze outfit met een wat wijdere jeansbroek en een leuk zwart topje. Nu moet ik eerlijk zeggen, zo'n topje zoals zij aan had, heb ik echt, denk 5 jaar gehad. En misschien in die 5 jaar 2 keer gedragen. Dus heb ik het verkocht via Vinted, echt nog maar een paar weken geleden. En nu kwamen we deze foto tegen en ik dacht, oh nee. Maar goed, ik heb een ander soort topje gepakt. Kijk, deze. Het is allemaal niet off the shoulder, het is gewoon lekker zo'n turtleneck top, maar wel cropped. En er staat dan hier zo her in een heel leuk lettertype. Ik vind dit echt wel heel schattig. En dan natuurlijk gewoon de wide leg jeans. Deze hebben jullie waarschijnlijk al 100 keer voorbij zien komen. Mocht jullie hem nog niet kennen, hij is van The Only. En deze zit ook echt top gewoon. En dan heb je gewoon een best wel simpele, basic outfit. Ja, waar niet zo heel veel meer mis kan gaan. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. Ja, hij is natuurlijk gewoon lekker basic. Want het is een basic top en een basic broek. Maar goed, het is nog steeds een hele leuke broek en een heel cute topje. Dus ja, weet je, hiermee kan je ook echt helemaal niks verkeerd doen. Maar kan ik ook gewoon helemaal niks meer of minder over zeggen. Dat waren dan de herfstoutfits die ik van Jutta heb uitgezocht. En dan gaan we door naar de winter. Voor de winter heb ik maar 2 outfits uitgekozen. Want 9 van de 10 keer als Jutta post in de winter gaat het over haar schaatsen. En draagt ze dus ook haar Jumbo schaatspak. Ja, dat kan ik niet namaken. Dus heb ik van haar overige winteroutfits wat moeten uitkiezen. En daar heb ik er dus 2 van gekozen. En allereerst beginnen we dus met deze outfit. En daarop heeft ze dus een soort witte leer teddy-achtige jas aan. Nu vind ik het wel leuk om een andere soort jas te doen. Dus heb ik een witte spijkerjurk met allemaal van die studs erop. Deze heb ik dus eigenlijk al een paar jaar. Maar ik draag hem dus eigenlijk bijna nooit. Maar ik vind hem nog steeds super vet. Hij komt van de Shubi en hij is nog steeds heel erg leuk. Kijk, hij heeft dus overal van die super leuke studs op zitten. Dus dat is de jas voor mijn outfit. Dan zie je dat Jutta een beige topje aan heeft. Dus heb ik deze top gepakt van de Naked. Ik vind het wel een leuke top, mooie halslijn ook zo. Dus die doen we dan onder het spijkerjekje. En daarna heeft Jutta volgens mij weer een zwarte denim broek aan. Maar die heb ik dus al gebruikt. Dus ik ben voor mijn outfit voor mijn leren broek gegaan. Voor de rest ook gewoon volledig een skinny broek. En deze is volgens mij van The Only, maar dat weet ik niet meer zeker eerlijk gezegd. Dus dat is mijn versie van deze outfit. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dit jasje veel te weinig draag. Als ik het zo zie, dan vind ik het weer super leuk namelijk. Ja, ik weet niet. Ik vind hem echt top, maar ik draag hem gewoon maximaal 1 keer in het jaar. Misschien zelfs nog minder, want de afgelopen jaar heb ik hem helemaal niet gedragen zelfs. Maar ik weet niet, als ik hem zo aanzie, denk ik echt, oh, ik moet het jasje echt meer dragen en meer credit geven. Zeker op een outfit als dit vind ik het echt wel heel erg leuk. De leren broek, het beige topje eronder en dan het jasje. Het jasje geeft net wat meer, ja, gewoon net wat meer dat stoere weer terug. Want alleen dit is best wel classy. En dan heb je het jasje en dat maakt het dan weer gelijk wat interessanter, zeg maar. Dus ja, ik vind het best een leuke outfit. En ik denk eerlijk gezegd dat ik deze toch echt wel weer wat vaker moet gaan dragen. Dan hebben we deze hele cute outfit van Jutta in de sneeuw. En ook dit is een volledig zwarte outfit. Jullie mogen echt gaan tellen hoe vaak ik zeg dat ik een zwarte outfit aan heb. Of ga laten zien, want
Volgens mij wordt dat echt het meest gezegde zinnetje ever in deze video. Maar goed, again, een volledig zwarte outfit. En ook op deze foto zien we dus niet wat voor topje Jutta aan heeft. Dus ik heb nu gewoon een heel basic crop topje gepakt. Want ja, weet je, je ziet de top toch niet. Dus het boeit even niet wat voor top ik heb. Deze top is van... Van waar is dit? Van de Bershka. Maar deze topjes kan je dus echt overal vinden. Die stijl ik met een zwarte pantalonbroek. Deze is van de Lovies. Hele lange uiteenlopende pantalonbroek. En daarop de pufferjack van de Zara. En zoals ik dus net al zei, ik ging hem dus nog gebruiken voor een andere outfit. En dit is de outfit. Dus ja, dit is dan de pufferjack van de Zara. En dan opnieuw een volledig zwarte outfit. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. Zoals je kan zien, het topje is eigenlijk natuurlijk voor de winter wat te bloot. Maar goed, weet je, als het jas dicht is, zie je het topje toch niet. Wel moet ik zeggen dat ik het eigenlijk, zelfs voor mijn doen, een te saaie outfit vind. Ik zou dan een ander topje doen of een andere kleur broek of gewoon iets om het leuker te maken, zeg maar. Ik denk dat ik zelfs nog wat gekleurde sneakers eronder zou doen en een leuke handtas of zo. Maar zelfs dan zou ik niet weten of dat ik deze outfit echt zou dragen. Ja, ik weet het niet goed. Ik ben zeker in voor de complete zwarte outfit. Maar ik weet niet goed of dat ik deze outfit nou echt zo wauw vind, zeg maar. Dan komen we aan bij de lente outfit. En die vind ik persoonlijk echt super cute. En de eerste outfit is gelijk al een outfit waarvan ik eigenlijk niet kan wachten om hem daadwerkelijk ook te kunnen dragen. Dus laten we die maar gelijk laten zien. Jutta heeft in de foto een heel cute overkruist wit topje aan. Ik ben gegaan voor best wel een basic topje. Deze is van de Shein en het is echt mijn ultieme favoriete basic. Ever gewoon. En daaronder heeft Jutta een soort beige-achtige rokje aan. En daarvoor heb ik mijn rokje van de Shein ook. En dit is echt... Ik kan niet wachten tot ik dit rokje kan dragen in het echt. Want ik heb hem deze herfst volgens mij gekocht. Of volgens mij zelfs ergens in de winter pas. En ik wil dus al heel lang zo'n rokje. Maar ik kan echt niet wachten om hem te stylen voor de lente en voor de zomer. Dit is dan wanneer ik de outfit aan heb. En ja, I know. Ik moet het rokje strijken of stomen of iets in die richting. Ik weet het. Maar ja, ik vind het echt een super leuke outfit. En kan niet wachten om dit te gaan dragen. Gewoon heerlijk over straat in de lente. Of zelfs in de zomer ook gewoon. Het rokje is echt, echt geweldig. Ja, deze outfit. Ik hou ervan. Ik vind het helemaal leuk. En ik kan oprecht niet wachten om hem te dragen. Dus Jutta, you did a good job in this one. Ik durf het gewoon bijna niet meer te zeggen. Want ik denk gewoon dat Jutta's kledingkast oprecht gewoon verdeeld is in een zwarte kast en een witte kast. Maar ik heb weer een zwart-wit outfit voor jullie. Allereerst beginnen we met deze zwarte broekrok van de Seven Sisters. En deze heb ik in Tanzania echt ontzettend veel gedragen. Dus misschien kennen jullie hem daar nog van. Maar ik vind dit echt een heel leuk broekjokje. En zoals je kan zien heeft Jutta een soort blouse eroverheen geknoopt. Dus heb ik mijn blouse van de Zara gepakt. Dus zo'n katoenen blouse. Nu moet ik zeggen dat ik er vorig jaar mee in het water ben gevallen. En dat die volgens mij echt ontzettend is gekrompen aan de mouwen. Want dit waren lange mouwen. Gewoon lang tot aan hier. En volgens mij komen ze nu nog niet eens drie kwart. Dus we gaan het zien, want ik heb het sindsdien ook niet meer gedragen. Dat kan je ook zien aan de kreukels overal. Maar goed, op zich mag dat ook wel met zo'n katoenen blouse. Maar goed, we gaan hem proberen aandoen en kijken of dat hij nog een beetje, ja, draagbaar is, zeg maar. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. Het blouseje is dus inderdaad iets gekrompen, maar als ik het zo aan heb, valt het nog enigszins mee, zou ik maar zeggen. Ik heb hem dan zo opgeknoopt, zoals Jutta ook heeft gedaan in de foto. En het broekrokje, kijk, het is daadwerkelijk met een broekje eronder. En ik vind dit echt een hele leuke combinatie. Ik dacht eigenlijk niet dat ik het zo leuk zou gaan vinden, maar ik vind het echt, echt top. Ik ga deze denk ik gewoon ook zo gewoon dragen van de zomer of misschien begin van de lente wel al met dat blouseje zo en het topje eronder. Want ik vind het echt heel erg cute.
Ja, ik weet niet. Ik vind het echt top. En ik ga dit zeker nog een keer dragen. En de laatste outfit is wederom weer een volledig witte outfit. En die begin ik met een wit crop top hemdje. Deze, bij Jutta is het een Mondo top, maar die heb ik helaas niet in het volledig even wit. Dus ik ben gegaan voor deze, want deze bandjes vallen toch niet heel erg op. Dit topje is van de Cedar of Cider of wat dan, hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval daar vandaan. En die stijl ik met mijn witte pantalon van de Naked. Het is wel net een ander soort wit. Dit is meer naar het gelige wit. Maar ik denk dat het op zich wel leuk is als een soort set samen. Omdat het toch niet bovenop elkaar zit, zeg maar. Als een rechtstreeks overlap. Dus ik denk dat het op zich wel leuk zou zijn als combinatie. Oké, als ik hem aan heb, dan zie je toch wel het verschil echt tussen de kleur broek en de kleur top. Ik weet niet of je... Ja, zo kan je het wel goed zien. Dus op zich, ik zou het niet zomaar nog een keer zo combineren. Maar ik denk met een off-white topje dat het misschien echt wel heel erg leuk zou zijn. Ik had er zelf nog niet echt over nagedacht om een witte top te combineren met een witte pantalon. Maar ik moet zeggen dat ik het echt wel cute vind. Ja, misschien dat ik een ander topje erbij kan vinden dat het wel heel leuk zou zijn. Ik zou het in ieder geval op deze manier niet meer dragen, maar wel met een beter topje. Want ik vind het wel echt heel cute. Ja. Dan komen we aan bij het allerlaatste seizoen en ook de laatste outfit. En allereerst heeft ze een lange witte set aan. En ik moet zeggen dat ik bijna precies dezelfde set heb. Dus daar was ik heel blij mee. Daar beginnen we mee met deze bandeau top. En er zit zo'n superleuk patroontje in de stof. En deze heb ik als matching set met een lange witte rok. Kijk. Mega lange witte rok is deze. En ik heb deze volgens mij echt 30 keer gedragen van de zomer. Dus als je hem toen niet hebt gezien, heb je echt mijn Instagram gewoon niet gevolgd het hele jaar door. Maar ja, ik ben er heel blij mee. En ik ga hem gelijk even aandoen. Want ik weet al dat hij superleuk staat. Maar ik wil hem jullie wel even laten zien. Zoals ik dus al zei, ik hou van deze set. Gewoon love it. Nu ben ik natuurlijk nog best wel wit en zo. Maar als ik op vakantie ben geweest of... Als ik in ieder geval in de zon heb gezeten, ben ik een stuk bruiner. En dan echt, deze set is dan echt prachtig gewoon. Volgens mij heb ik deze set letterlijk op deze manier met mijn haar ook zo gedragen in Frankrijk, in Marseille. En ik kreeg daar toen zoveel complimenten over. Want deze set is echt, ja, ik vind hem echt amazing. Ja, meer kan ik er ook gewoon niet over zeggen. Het is best wel een simpele set, maar ik vind hem zo leuk. Gewoon met het patroontje er ook op. En ik voel me er ook gewoon lekker goed in, zeg maar. Dat gebeurt niet heel vaak in dit soort kleding. Maar ja, meer kan ik er niet over zeggen. Ik vind het echt, echt top. Dan in de volgende foto heeft Jutta een soort spaghetti topje aan. Met ja, volledig wit. Wat ik eigenlijk daarnet al een beetje liet zien bij de lente outfit. Met de pantalonbroek. Dat topje heeft Jutta nu eigenlijk aan. Maar ik dacht, weet je, we gaan er iets anders van kleur in gooien. Dus ik heb een beetje een beige topje. Met ook van die dunne bandjes. Dus op zich komt het wel een beetje overeen. En ik vind dit echt een heel cute topje. Het is zo'n beetje zo'n knitwear topje. En daar hou ik eigenlijk echt wel van voor in de zomer. Het is een beetje een leuke beachy look. En ze heeft daaronder een zwarte jeansshort. En daarvoor heb ik die van mij van de Shein genomen. Met die vlammen op de kontzakken. Ik vind deze short nog steeds super leuk. Dus dat is dan de outfit die ik ervan heb gemaakt. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. Ik vind het nog steeds echt een heel erg leuk topje en een super cute broekje. Het lijkt er wel niet helemaal op de vliegtuigfoto van Jutta. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ook de konzo op deze manier vind ik echt super cute met die dingetjes op mijn billen. Kijk, zo zie je iets beter. Echt heel erg leuk. Ja, weet je, ook met deze outfit kan je gewoon niet zo heel erg veel mis doen. Het is gewoon best wel een safe outfit, zeker voor in de zomer. Als je best wel veel felle kleuren kan dragen, vind ik dit best wel een safe optie. Maar nog steeds wel heel erg cute. Dus zou zeker een outfit zijn die ik ook wel eens zou dragen. En als allerlaatste outfit heb ik een outfit met toch nog een leuk kleurtje erin. Namelijk een groene broekrok. En ook die heb ik van de zomer in Frankrijk wel veel gedragen. Dat is deze.
En ook deze is van de Shein. Mijn broekrokjes komen eigenlijk bijna altijd vandaar als ze zo'n model hebben. Maar hij zit echt super nice. En ik heb hem gecombineerd met dit corset topje. Kijk. Ook van de Shein. En dit is ook echt een van mijn meest gedragen topjes ever. Dus ook deze vind ik weer super super gaaf. Dit is dan de outfit als ik hem aan heb. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het topje niet echt vind passen bij het broekrokje. Dus ja, daar baal ik een beetje van. Maar apart, de items vind ik gewoon nog steeds super leuk. Het broekrokje, ja, weet je, ik vind het gewoon echt top. Zeker met die kleur. Ik hou ervan, hij zit gewoon prima. Het topje, hetzelfde verhaal. Ik draag het regelmatig. Ik vind het gewoon een heel leuk topje. Ja, heel veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het is gewoon een superleuke combi. Of nee, het zijn superleuke items, maar niet echt een superleuke combi. Helaas. Maar goed, weten we dat ook weer. En dat waren dan weer alle outfits van Jutta Leerdam. En ik vond het best wel leuk om alles na te maken. Wel ben ik gewoon volledig overtuigd van het feit dat Jutta echt gewoon twee kledingkasten heeft. De ene voor zwart en de ander voor wit. En misschien nog ergens een kledingrekje in het midden met vijf items met kleur. Dat gezegd hebbende vind ik wel haar stijl super leuk. Ik draag zelf namelijk ook best wel veel zwart en wit. Ja, dus eigenlijk kan ik er niet heel veel van zeggen. Maar ik vond het in ieder geval super leuk om haar outfits een beetje na te maken. Let me know welke outfit jij het leukste vond. En ja, laat me weten wie jullie hopen te zien in de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Doei doei!